Yo, leuk dat jullie kijken naar Dreambuilds. We gaan vandaag even een koppelingetje doen. Een koppeling van een Grol 7 1.4. Daar begin je gewoon accubak weghalen, accubak weghalen. Alle stekkers losmaken. Daar de schakelstangetjes losmaken. Straks komt er een motortaco op. Gaat de motorsteun eraf. Dan gaan we de koppeling, hydraulische koppeling eraf halen. En dan zal ik jullie weer even verder meenemen wat we allemaal doen. De wielen gaan eraf. Dan hebben we daar achter de wielassen zitten. Uit mijn hoofd 6 keer 12 kant 8. Tooi eraf, bakje laten zakken en dan neem ik jullie weer mee. De versnellingsbak is eraf. Hier heb je de drukgroep. Die hou je hier met die 12 kantjes los rondom. Komt de koppelingsplaat eraf. Hier heb je de bak. Hier binnen zit de druklager. Die hebben we hier. Nou, zoals je hoort. Daar zat een goede speling op. Dus compleet setje vervangen. En dan kan je het weer terug. Nou, ik heb de koppeling eruit. Zoals je kan zien heb je hier. Nou, ik zal het even hier laten zien. Normaal de groeven zitten. En de slijtagepeentjes. Slijtagepeentjes zijn al aangeraakt. De groeven zijn al helemaal weg. De auto was ook echt heel de tijd aan het slippen. Je kon niet meer normaal wegrijden zonder slippende koppeling. Dus we krijgen nu het monteren. Nieuwe groep erin. Nieuw mooi lagertje. En dan kunnen we weer knallen. Laten we maar weer gaan. Wordt nog straks een probleem met deze erin tillen. Dat is altijd even lastig op een krik. Maar met de taco erboven moet het weer goed komen. Dus we gaan weer even verder. Nou, de versnellingsbak zit er weer in. De auto is weer dichtgebouwd, wielassen vastgezet, onderplaatje eronder, wielen erop. Belangrijk dat je altijd even in de auto je koppeling checkt, even dat je hem helemaal dichtbouwt. En of die lekker in alle versnellingen gaat. Nou ja, in principe is dat altijd wel gewoon goed. Dus je weet wat je doet. Dus dat was even een hele korte video. Golf 7 1.4 versnellingsbak. Dus laat ze niet vertellen dat je dat niet op een krikje kan, je hebt gezien. Geen probleem, 12 uur begonnen, 5 uur klaar. We hebben wel allebei bij Volkswagen Audi gewerkt, dus dat scheelt. Dus we weten precies hoe deze bakken zitten. Maar ja, hij kan weer weg. Dus dat was hem voor vandaag. Abonneer even op ons kanaal. Duimpje omhoog. Apenstaartje Instagram. Apenstaartje Dreambuilds op Instagram. En ik check jullie later. Yo, I ain't here for the money. I ain't here for the fame.